Ja, nee, dat bedoel ik ook. Ja, ja nee, dit is waar. Nou, wat? Ja. Oh. Dit is nog steeds de VPRO via de zender Hilversum 3. Ja, ja, ja. In ja, afwachting ja, van het nationale hitgebeuren nou, vragen niet wij op, uw aandacht voor Ron Flon Flon ja, met Jacques Plafond. Dit wil ik ook niet meer horen. Het is een onweertje, bah. Wat nu? Zeg, wie doet vandaag de techniek? Want ik hoorde zulke rare rondzinkpiepen. Oh, nou, ja. Ronflonflon. Ja, het lijkt net of ik er zin in heb, maar dat is niet het geval. Maar ik kan dat ontzettend goed verbergen. Moet je opletten straks. Daar merk je niks van. Dat ik er geen zin in heb. Ja. Ronflonflon met Jacques Plafond. Ja. Vanmiddag met onder meer en onder andere. Dat is geheim. Dat zeg ik niet. Blijft ook geheim. U kunt wel denken wat erin zit nadat u gehoord heeft, maar dan bent u door een speciale methode hebben we ervoor gezorgd dat er een soort geluid bij gemengd wordt, zodat u alles weer vergeten bent om 4 uur. Dat kan. Dat is iets nieuws dat ook geheim is. Dus zowel het hele programma blijft geheim. Op het moment dat u naar luistert, weet u het, maar meteen daarna niet meer. Dat moest er even uit. De krant van gisteren. Ik heb de krant van gisteren nog niet. Ik weet dat in ieders leven. Dat is het nieuwste, dat is Wim Wint. Dat heeft de redactie aardig gevonden om oude Wim Wints uit de stoffige kast te halen. Wat te veel. Mij niet over lastig vallen per brief of telefoon, in, maar Jan Vermaas. In ja, ieders postbus 6, 1200 AA Hilversum, ja, bij Bussum. Vallen. En brieven waar het niet bij staat, worden niet meer behandeld. Maar op een dag schijnt dan weer. Want anders moeten we zoveel brieven behandelen namelijk. Dat filteren we dan zo uit. Duo 5, trek gauw weg. Bij zomergeluid. Maar al zit je denk aan ja. Begint opnieuw en regen. Het is toch geen plaat? Dus daar mag ik dan wel doorheen praten. Ik had moeten beloofd dat ik niet meer door platen heen praten. Maar veel, 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 veel te veel valt er bij mij. Zit er in Jacques Plafond's brievenbusje? Heleboel brieven. Grappig, hè? Ik heb hier een brief van tandheelkundige inrichting, waarvan ik de naam niet zal noemen. Die willen graag dat Theo van de Boogaard ook een sticker voor deze zaak maakt. Ik zal het vragen, ik zal het voorleggen. En wat is dit? Geachte Jacques Plafond. Dit is heel lang, dit is niet te lezen. Dit is een bijstandstrekkertje. Een proefpakketje van het NTI. Ik moet wat geld sturen. Waardevolle bijdrage. Wat is dit toch?
Paul Lul hier. Dat vind ik ook. Dat zei, ja, dat krijg je dan. Dat arme mens heet Wilhelmina Kutje. En dan. Dat moet Joe niet meer doen, meneer. Meneer Frère Jean. Zulke brieven schrijven. Ik zeg, hij wordt behandeld, maar. Ook wil nog even zeggen, af en toe zeg ik Joe. En dat heb ik eerder uitgelegd. Dat is een combinatie van u en jij. Om het probleem te omzeilen van hoe je iemand aanspreekt. Je kan zeggen, hoe maakt u het? Of hoe maak jij het? En het nieuw is nu weer in Ronflonflon geïntroduceerd om daarvoor in de plaats you te zeggen. En dat is geschreven J-O-E. Dus, hoe maakt you het? Dat is nieuw. Verzoeken u daar ook aan te houden. Dat ik daar niet... heel veel brieven over die stickers, waar ik zo nog op terugkom, want ik heb een belangrijke mededeling in zaken die stickers te doen. Ik had wat willen vragen, bijvoorbeeld over die stickers. Hier, weer stickers. Mevrouw Kutje mag er niet uit van mij, maar... Of wel, niet. Nou. Jan, Vermaas, wil jij die brieven verder behandelen? Wij studenten van de Vrije Hogeschool te Driebergen, beste medewerkers van de Rollen, Wille El van Kempen. Ja, daar zijn ze dan toch weer blij mee. Ik heb vorige keer zo'n leuk Frans nummer gezongen. Le Credo du Paysan heet dat. En daar is heel veel post over gekomen. En ik zal proberen... Ik heb dat namelijk ooit gezongen, dat liedje. Op een grammofoonplaatje. Maar dat is jaren geleden. Dat is een oud Frans lied. En dat leek me wel leuk. En kennelijk was ik daar toen te vroeg mee. Want toen heeft het geen reet gedaan. Maar ik kan die mensen die daarom vragen dus niet ter wille zijn. Ik zal proberen om dat dan op een bandje te persen. En dat dan te doen komen. Maar beloven kan ik niks. Ook al doe ik dat wel eens. Daar moet u me niet aan houden. Dus de post gaat naar Jan Vermaas. Stickers. Ze zijn er weer. De originele Ronflonflon stickers met het hoofd van Jacques Plafond. Gezien door de pen van tekenaar Theo van der Boogaard. Inlichtingen daaromtrent Ronflonflon, postbus 6, 1200 AA, Hilversum, bij Bussum. Ronflonflon, stickers. Mij is vanmorgen ter oor gekomen dat de stickers er echt komen. Over 12,5 dag zijn ze er. En dan worden ze op alle mensen die gestuurd gevraagd om hebben, die krijgen het aangevraagde aantal per post naar zich toe gegooid. Zoiets? Ik ga een liedje zingen van wolken, zon en zee. Maar ik ben toch zo verkouden, dus het valt allemaal niet mee. Ik ben toch zo verkouden, dat hoort u wel misschien. Ik kan het haast niet houden, zit onder de aspirine. Maar mijn plicht roept dus ik ga door, al dies ik er soms tussendoor. Gezondheid! U voelt misschien wat ik bedoel. Het is zo'n vreselijk rot gevoel. Mijn neus is rood, mijn kop is dik. U hoort het goed, ja dat ben geen ik. Geen pluggers. Ik ben toch zo verkouden, dat hoort u wel misschien. Ik kan het haast niet houden, zit onder de aspirine. Waar mijn plicht roept, dus ik ga door, al nies ik er soms tussendoor. Ik heb van alles geprobeerd, de pil geslikt, mijn neus gespeerd. Al mijn zakdoeken zijn ook al op. Dus stuit ik mijn neus in mijn handsop. Ik ben toch zo verkouden, dat hoort u wel misschien. Ik kan het haast niet houden, zit onder de aspirine. Maar mijn plicht roept dus ik ga door, al die zieken soms tussendoor. Dat is morgen mooi weer. Ik hoop
dat het gauw overgaat. De drummer krijgt het ook al te kwaad. Ik kan niet meer, ik kruip in bed. Dus deze plaat wordt afgezet. Hey ha ho, waar moet ik komen? Waar is hier de vlees? Wat moet ik kopen? Dat valt beslist niet mee. Hey, ha, ho, wat moet ik kopen? Waar is hier de plee? Ik liep nou, zo over straat en toen kreeg ik het te kwaad. Ik wist me haast geen raad, ach, wie weet wel hoe dat gaat. Ik moest zo vreselijk nodig, wat heb ik toen gedaan? Ik zag een leuk café en daar ben ik ingegaan. Hey, ha, ho, wat moet ik kopen? Waar is hier de plee? Hey, ha, ho, wat moet ik kopen? Dat valt beslist niet mee. Hey, ha, ho, wat moet ik kopen? Waar is hier de plee? Ik zei, geef mij een biertje, maar zocht naar de wc. Ik zocht wel een kwartiertje, ik barstte haast in twee. Ik strompelde het huis rond, op zoek naar de toilet. Maar toen ik hem had gevonden, toen was die al bezet. Hey, ha, ho, wat moet ik kopen? Waar is hier de plee? Hey, ha, ho, wat moet ik kopen? Dat valt beslist niet mee. Hey, ha, ho, wat moet ik kopen? Waar is hier de plee? Ik woon ze op de deur en ik schreeuw de moord en brand. Mijn hoofd was paars van kleur, waar ze lazen daar de kant. Ik ging haast aan mijn stokje, ik moest het laten gaan. Ik heb het toen ten einde raad al in mijn broek gedaan. En de ober die riep boos. Doe dat op de dood! En de mensen waren kwaad! Zet doen dat op de straat! Hey, ha, ho, als je voelt! Ja, u hoorde net dat volgens Barentje Vet die verkouden was en Sint John die naar de wc moest. Maar wat nu? Bret Duvant, ja. Filmrubriek met vanmiddag, onder andere. Nou, onder andere. Bestaat hij uit een filmbespreking. Hier naast mij zit Jaap Knasterhuis. En die gaat vanaf heden elke week met mij doornemen wat voor films er toe doen en waar die uit bestaan. Zodat u een indruk kan krijgen waar u naartoe moet of waar u beter weg kan blijven. Wat is er zo, nou, meneer Knasterhuis, wat is er zo te zien? Overal, dus elke week, niet alleen de Randstad. Kan ik niet zo. Ja, hele land. Ja, ik zit toevallig net in het blad. Hallo, dit is een bandje is hier opgezet. Hier naast mij zit Knasterhuis. Films. En u heeft het verkeerd gelezen. In, ja. John Cassavetes is al 30 jaar maar naast een controversiële figuur dus binnen ook de filmwereld. Dat is Jaap Knasterhuis. Een voor te lezen, Joep. Nee, ik zit er... Commentatoriëren. Ik kan ze niet bereiken. Die ruit is te dik. Maria's of die draadjes liggen los hier. Maria's Lovers mag wel een bijzondere film genoemd blijft worden. Blijft u even... In agenda. Weet die film dan? Zeg op. Want straks praat ik dus in het echt Maria's met, Lovers met mag wel dit is een bijzondere ook wel echt film met genoemd worden. Maar ja, dat is al alles wel. Het is een bandje van voor maar de dat is, ja. Is dat alles? The Woman in Bed. Gene Wilder is meestal te zien als een stuntelende, sympathieke idioot die zich meestal zijn... Stay tuned. Ondanks door de meest onmogelijke omstandigheden heen werkt. The Woman in Red, sorry. Sorry zeg. Het was niet The Woman in Bed. The Woman in Red. Oh ja, nou ja, het vond heel aannemelijk klinken. Woman in Bed. Ja, ik dacht ook... Of is het Women in Bed? Meer voor de hand, als we het letterlijk nemen. 1984. Meneer Knasterhuis, je komt zo echt aan de beurt. Dit is even een bandje. John Hurt, eveneens. I'm Hurt. Ja, ik kan er niks aan doen. John Hurt is 2 maal deze week. Nee, blijf nou even zitten. Ja.
Nee, maar dat is toch zo'n beroemde film met John Hurt, waar hij helemaal vermagerd in optreedt? Ja. 1984. Dat schijnt. Oh, dat is dat. Dat weet je al wat je gaat zeggen, de knast uit. Met de laatste rol van Richard. Ging de eerste keer niet zo best, hè? Daarom hebben we het ook toen niet uitgezonden. Maar door een fout in administratie is dat bandje, daar staat dus Knasterhuis op. En dat is gewoon opgezet. En ik kan nu de Knasterhuis, bedankt. Oh, ik kondig het al af. Heb je nog een soundtrack meegenomen van een van de beroerde films? Nee, niet weggaan. We hebben een filmrubriek en die moet vol. Maar waar gaat die film dan over, 1984? Gewoon dat het niet zenuwachtig zijn met die Knasterhuis. Het slappe boek van die oorlog. Ik zit hier toch? 1984 is de belangrijkste film die deze maand wordt uitgebracht. En iedereen zo knap vindt dat een van deze de beste films van de laatste jaren. Beetje zelfvertrouwen. Toen al gezien, wanneer schreef het boek in 1948? Nee, je kan nou niet meer naar de wc. Toen al gezien dat het niet zo zou worden in 1984. Dat vinden ze het knappe van het boek. Dat gaat er helemaal niet. Film van radio. Ik kan me niet meer op eigen houtje een beetje naar de wc gaan. Mijn moeder houdt het maar even op. Dan verkoop je ze ook wel. Moet ik proberen even weer zo naar binnen te zoeken. Volgens dat principe. 1984. Waar gaat die film over? Haar best. Kort samengevat in drie woorden. Het verfilmen van... Nee, dat is niet gevaarlijk. Nou, iets langer dan. Oh. Wereldliteratuur is altijd een hachelijke onderneming. En er zijn maar weinig regisseurs in geslaagd een dergelijke taak tot een goed... Ik draag geen plaatje meer. Ik wil die filmrubriek... ...te brengen. Rustig maar, hè? Komt allemaal wel goed. Voelt u zich wel goed, meneer Knasterhuis? Nastassja Skinsky, daar kan je ook bijzonder geil worden. Oh, was toen ook al niet lekker. Maria's Lovers. U wint zich veel. U bent, men kan vermoeden. U heeft zo'n mooie, rustige stem. En dan gaat u toch zo... De hit. The Woman in Bed. Ook, nou, hier kan je het horen. Wilder, is een beetje dat is niet zo'n aardig film. Hoor. Nou, van wel. Meneer Knasterhuis. Een beetje een kutrubriek. Ik zal hier een beetje beter voorbereiden. Luisteraars, dat komt allemaal wel. Meneer Knasterhuis is gewoon... Die weet ontzettend veel van film. Kijk, nu komt hij. Nou mag een beetje dichtgeklapt door plotseling naast mij te zitten hier in zo'n... Kunnen we er nu zo in, Vermaas? Zo'n echte studio. Kan dat zo? En, ik beloof en proper, u dat u deze proper rubriek weet. U weet in ieder geval wat de films wordt een beetje, net het begint dat, nu toch zo, hè? Maar dat had u ook in de hit. Doe de tune dan nog maar even. We zullen erover denken hoe we dit... verder gaan uitbouwen. Het resultaat is fascinerend. Ja. Je zit te kijken naar een visie. Bret Duvall. Ja, en nu komt dus de film van. Dit was Bret Duvall van vorige week, maar nu komt dus de Bret Duvall. Precies dezelfde periode Knasterhuis. Waarin het Jaap verhaal Knasterhuis. 35 jaar geleden werd gesitueerd. Ja, nu dus live. Oh, sorry. Oh, nee, sorry. Sorry. Wel, Wilhelmina Kutje. Oh. Nou, meneer Knasterhuis moet het nog maar even wachten. Een hele leuke jingle. We hebben heel veel commentaar gekregen op deze jingle. Maar... we krijgen straks ook nog een nieuwe jingle. Maar nu... Georges Brassens. Monseigneur Lastre... Nee! Stop! 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 Andere kant. Ja? Allemaal duidelijk aangegeven. Nee, overnieuw bij het begin beginnen. Niet dat geklungel. Juist. We leren het wel, Vermaas, hè? Er zijn wel een brief op poten aan Haasbroek, hoor. Ja, ben niet lekker. Voor de liefhebber van het Franse chanson, ik kan u beloven dat ik, zover het in mijn vermogen ligt, elke week een Franse chanson draai. En dan niet zo'n moderne Beko of zo, maar echt het Franse chanson. En détresse, elle me fit signe. Voordeed. En wat nu niet meer gemaakt wordt. Des monceaux de feuilles de vigne. Fleur de lys ou fleur d'oranger. Nee, nee, nee. Avec des pétales de rose. Nee, de mot komt zo aan de beurt. Hè? Un bout de corsage lui fit.
Kunnen jullie die jongens van de Mo nog even koest houden? Want die staan hier... Ja, ik kan niet op die stoel zitten en die mensen tegenhouden. Avec le fampre de la. Zet ze gewoon op de gang en een touwtje eromheen. Hè? Un bout de cotillon lui. Volgens mij zijn ze lam ook. Wie heeft ze bier gegeven? Mais la belle était si petite qu'une seule. Dan, hè? Succes uitblijft, dan gaan ze drinken. Dat is het tragische van die hele pop world. Een nieuw plaatje heet trouwens Nothing is Wrong. En ik ga dus vragen hoe ze bij zo'n titel komen, want volgens mij is het helemaal wrong. Zowel met de wereld als met het plaatje. Ik heb het nog niet gehoord, maar dat neem ik zonder meer aan. We luisteren nog even naar Georges Brassens. Dat is even wat anders. Elle s'alla baigner toute nue. Beetje langzaam. En priant Dieu qu'il fît du vent. Goed voor je Frans. Qu'il fît du vent. Oh. Beetje abrupt einde. Wilhelmina Kutje. Wat is er nou? Oh, mevrouw, ja. Ik zou nu graag Wilhelmina een Kutje introduceren. Of graag, niet echt met plezier, maar dat is het programmapunt. Maar ze is een beetje een soort... wat is dat? Wat, mankeert u iets? Mevrouw Kutje? Nou. Hè? Gaat het weer een beetje? Meneer Vos, wat moet ik nou... Is het wel... Luisteraars, thans is het... nou, gaat u anders even... Thans, luisteraars, is het moment daar dat Wilhelmina Kutje junior met twee T's... Hoe vaak moet ik dat dan toch zeggen? Een gedicht. Ik bedoel, een gedicht van wijlen haar grootmoeder brengt. De grote dichteres Wilhelmina Kutje, met twee T's dus, nogmaals... Ik wil geen brieven meer ontvangen waarin het met één T staat geschreven, want het is met twee T's. Dat vind ik heel vervelend en onoplettend. De grote dichteres Wilhelmina Kutje dus leefde van 1901 tot 1967. Tot dusver werd zij beschouwd als een mislukt talent. Maar door het toedoen van haar kleindochter Wilhelmina Kutje junior... begint zij tot ongekende postume populariteit te geraken. Is die nog steeds groeiende populariteit verdient. Ja. Aldus Wilhelmina Kutje junior. De gedichten van mijn grootmoeder zijn van een bijna stuitende schoonheid. Diverse gerenommeerde uitgeverijen vechten nog steeds om de rechten van een door mij geredigeerde en van een voorwoord voorziene bundel. Een klein woord van dank aan de heer Jacques Plafond, die door het beschikbaar stellen van zendtijd in Ronflonflon het grote stilzwijgen rond de unieke kunstenares die mijn grootmoeder was te doorbreken. De visie waarmee hij, hoewel vaak tegenstribbelend, mij de gelegenheid bood en nog biedt om de prachtige poëzie van haar via de ether rond te... Wacht, even overnieuw. Het grote stilzwijgen rond Wilhelmina Kutje te doorbreken door mij in de gelegenheid... Nee, wacht. Ik heb geen tijd om langer te wachten. Iedere keer is het weer hetzelfde. Wel, nee, meneer Vos, dan hebt u niet goed opgelet. We doen iedere keer weer een ander gedicht. Haha, was even een grapje. Een grapje. Laten we nu maar meteen beginnen, want anders verdom ik het verder. Iedere keer mis ik die trein, dat we later afgesproken dan beginnen. Dat is helemaal niet waar. Het is toch ook niet dat leuk voor de luisteraars? Die moeten er toch op kunnen rekenen dat iedere woensdagmiddag op een vast moment die gedichten zijn. Ja, maar daar kan ik niks aan doen. Elke keer dat vervelende geleuter vooraf. Als die gedichten niet voor zichzelf kunnen spreken, dan vind ik het flutgedicht. Ja, sorry dat ik het zeg hoor, maar zo denk ik erover. Kunnen we dan nu beginnen, meneer Vos? Kunnen we beginnen? Ja. Ik wou ook nog even zeggen over die vleugel hier. Die oude schiet... Meneer Vos, geen merknamen. Kan die dan niet een keer vervangen worden door een ordentelijke Stop! Mag ik dan nu misschien beginnen, ja? Zoals u weet, luisteraars, ben ik, naar een ideetje van Jacques Plafond, dat moet ik toegeven, begonnen met het zingen van de gedichten van grootmoeder. Ja, begonnen met zingen... Was het maar waar? Daar ben ik mee begonnen, Dan kon ik nou vertrekken. Ik moet nog van alles vanmiddag. Ja, wie niet, Vos. Als u zich wat beter voorbereidt. Ik heb een hele leuke modus.
god. Trouwens, ik heb toch met G afgesproken. In het motel. Wat, hoe heet dat? Ja, nou, Het gedicht dat ik nu ga zingen, luisteraars, heet... Motel de Poort was het. Het gedicht dat ik nu ga zingen, luisteraars, heet... Hè, zijn we zover? Luisteraars, uw aandacht voor Willy Minnekutje junior met hè, zijn we zover? Helemaal niet! Oh nee, hoe heet het dan? Wat is dat toch voor een manier van doen? Luisteraars, Willemine Kutje, begeleid door het Guimbarda Ensemble onder leiding van Jan Vos met... Wat is dit voor een manier van doen? Ik dacht dat we nu of nooit meer zouden doen, mevrouw ja, Kutje. Ja, dat doen we ook! Ja, nu! Meteen is het orkest weg en ik bedoel, ik heb veel te weinig bonnen voor 6 man. Rustig, mevrouw Kutje, nu even. Ja, zo schrikt u de luisteraars bij voorbaat al af. Contract 4:30. Ja. Dat is u bij nabaat afschrikt, dat is nog tot daar. Nee, ik schrik helemaal niemand af. U schrikt iedereen. Oh, het orkest is ook al weg. Ja, nou, dan laten we het normaal dan maar vergeten. Doorgaan, dan verdom ik het verder, dat onprofessionele gedoe. Oh, dat moet u nodig zeggen, meneer Jan Vos. Dat moet u vooral zeggen, ja. Beseft u dan niet dat een ontzettende grote eer is om mij te mogen begeleiden? Hè? Die schitterende gedichten van mijn grootmoeder. Ja, dat weten we nog dat wel. Is gewoon te gek voor woorden. Nu of nooit meer. Precies. Mevrouw Kutje. Zo heet het. Oh. Kunnen we, meneer Vos? Ja, nu, ik zou wel weer even naar die piano nu gaan. Of nooit meer. Gaat u naar de piano, luisteraars, nu of nooit meer. De brallende boutade baldert voort. Het is een gure avond, woest verstoord. Het ontploft in mijn ziel, een roerend razend wiel. Stormen op een koord. Daver door mijn poort. Nu of nooit meer, nu of nooit meer. Het keldert in mijn hoofd en hart naar binnen schuift een grote smart naar binnen tot ik smelt, het uit mijn lichaam welt. De brallende boutade baldert voort. Het is een gure avond, woest verstoord. Het ontploft in mijn ziel, een roerend razend wiel. Stormen op een koord, daver door mijn poort. Nu of nooit meer, nu of nooit meer. Waarom niet meteen gevlogen op mijn wieken door zijn ogen brand van top tot teen, zoekend maar waarheen. De brallende boutade baldert voort. Het is een gure avond, woest verstoord. Het ontploft in mijn ziel, een roerend razend wiel. Stormen op een koord. Daver door mijn poort. Hè? Een nieuwe jingle, een nieuwe jingle, een nieuwe jingle, een nieuwe jingle, een nieuwe jingle. Als ik het zeg, komt u erin. Weg! Het kan zo niet. Wat? Die pluggers moeten hier wegblijven, Rogier. Vermaas! Ik kan me zo niet concentreren. Ik hou er echt mee op anders, hoor. En dan komen die stickers ook niet. Het is aan u. Ronflon,
La Heel Nederland schijnt weer één grote file te zijn als ik dat zo hoor. De A12 tussen Dalden en Rochelten verstopt. Geen beweging te krijgen op het Klaverblad bij Fnuik. De Brestunnelweg met als het... Die moet u even mijden als dat even kan. Die moet omzeild worden. De A34 tussen Zwolle en Driehuis langzaam rijden tot ontploffend verkeer. Ik ontvang het bericht dat de B12 tussen Diepoort en Oosterwijk wordt vrijgemaakt door een bulldozer. Dan kunt u daar straks weer vrolijk overheen tuffen. Dan de E100. Geheel verlaten. Dit vanwege de melding een uurtje geleden dat er daar een file van belang zou zijn. Wat is het nut van files afkondigen of annonceren? Op het moment dat u van die file hoort en u zit erin... Wat heeft het dan voor nut als u erin zit en u hoort dat u in een file zit? Dat merkt u dan toch zelf wel? Maar anderszins, juist door het presenteren van zo'n filebericht... Kijk, die file, een file zien aankomen, dat zou zin hebben. Dus op de A7 tussen Terpen en Beatrixdorp zal over een uurtje een file zijn. Ja, werpt men dan tegen. Als de mensen dat horen, dan komt die file er niet. En dan kiezen de mensen een andere route. Dus dan kunnen we net zo goed geen fileberichten omroepen. Want dan komt die file niet, want dan gaan die mensen die plek mijden. Maar toch, precies... Want door het noemen van die file krijg je, hoe heet dat? Celvul. Nee. Dit wat betreft de files. Nieuwe platen vliegen om mijn oren. Nieuwe platen vliegen om mijn oren. Nieuwe platen vliegen om mijn oren. Nieuwe platen vliegen om Jacques Plafond zijn oren. Jan Vos en G. Baat. Het is heel lang geleden dat wij het samen deden. Maar ik weet nog heel goed hoe dat ging. Het waren hoogtepunten in ons leven. Ook al kon het soms maar even. Momenten van zielsverrukking. Maar onze wegen. Dat was beter voor ons beiden, dat vonden en zeiden we toen. Maar hoe konden we denken dat die vrijheid ons meer zou schenken dan banden der liefde kunnen doen? Een lied van verlangen naar jou. Ik zing een lied van verlangen naar jou, voor jou. O, niets kan vervangen dat geven en ontvangen van liefde, o liefste, kom gauw. En ik zal nooit vergeten hoe ik door jou werd bezeten, hoe ik wachtte en smachtte vol opwinding. Ja, ja, ja. Wat wij samen deden, hoe wij in elkander gleden. Had het was ons fijn, net of om dat te de wereld verging. Vraag mij met u af. Wegen, die scheiden, voor de luisteraars die zich beter voor ons beiden. Dat vonden en zeiden. Heel merkwaardig verschijnsel is dat, de hele platenbusiness zo lang kuis gebleven is. Er was wel sprake van een zekere bedrijvigheid, maar dat ging dan onder de toonbank. Terwijl in films de ene onvertogen woord na het andere onvertogen woord werd uitgebraakt. Vloeken, scabreuze taal. Dat kon allemaal al lang in films, op de televisie ook. Voor de radio iets minder, maar op een plaat helemaal niet. Maar er schijnt nu toch een doorbraak in die richting te komen. Of dat nou toe te juichen is? Ik zou zeggen ja. Misschien zegt u nee. Dan moet u maar proberen tegen te houden. Hoe?
Ik zing een lied van verlangen naar jou. Voor jou, voor iets kan vervangen. Dat leven en ontvangen van liefde. Even nog het weerbericht. Het weer knapt ziender ogen op. Ah, meneer Knasterhuis. Bent u, u ziet nog een beetje bleek, maar ik hoop dat het nu beter zal gaan. Komt u maar. Ja, gaat u maar rustig zitten even. Geef niks, meneer Knasterhuis. Meneer Knasterhuis is onze filmmedewerker. Ik heb u onze filmrubriek met familie. Ja, maar dat hebben we net gedaan. Nu weer wat anders. Oh, meneer Knasterhuis. U bent blijven zitten. Ja. Nou ja, dan bespreken we nog een film. Ik heb hier de krant van vandaag. Ja. Dat is ook wel eens aardig. Ja. En hier lees ik in 7 Nederlandse films volgend jaar te zien in China. Eigenlijk hadden ze willen zeggen, heb ik de indruk, maar liefst 7 Nederlandse films volgend jaar te zien in China. Waarom is dat, meneer Knasterhuis? Kunt u daar iets over zeggen als filmexpert? Als u mijn commentaar vraagt, dat lijkt een zeer groot succes. 7 Nederlandse films volgend jaar te zien in China. Is dat, is nogal wat. Waar uw commentaar... Dat lijkt bijzonder. Maar als wij nou rekenen dat het Chinese volk bestaat uit 800 miljoen zielen... en dit gedeeld op 13 miljoen Nederlanders... Mm-hmm. Dan komen wij 13, 6 keer, 3 keer 6 is 18, 1 onthouden, 1 keer 6 is 6 plus 1 is 7, 78 min 80 is 2, is 20 gaat 1. Pardon? Nou, meneer Knasterhuis, hè? Excusez-le moi. 13 is 7. Meneer Knasterhuis, is een beetje zenuwachtig. 61 maal zoveel inwoners en daarop 7 Nederlandse films. Dat zou dus zijn 7 maal 61. Mhm. Films is, hoeveel is dat? 6 keer 7 is 63. Dat is 637 Nederlandse films zouden naar China uitgezonden moeten worden. Ik weet wel dat Van Heining op het ogenblik bezig is met Mysteries 2. Vanwege het succes van Mysteries 1. Dat is voor mij geheel nieuws. Waarin de avonturen van een bontjas, gemaakt door Paul Lussanet. En dat schijnt weer een hele onderneming te worden. Dat is een interessant nieuwtje voor onze bladscoop. Aha. Sorry, dan zou ik het hierbij willen laten. Nee, want ik wil even met u praten. Welke films... Waar moeten de... Meneer Knasterhuis, blijft u zitten. Ik weet helemaal niet. Meneer Knasterhuis, we moeten even weten welke films er toe doen. We moeten even weten... Luisteraars, ik probeer meneer Knasterhuis nog even terug te krijgen. Hij werd ineens een beetje... raar, ik heb nog geprobeerd tegen... Misschien moest hij even naar de wc. Het leek mij wel. Getuigen een eerder opgevangen geluidje. Maar nu weten we dus niet naar welke films gegaan moet worden. Maar ik heb een goed idee. U kijkt gewoon in uw krant welke films er zijn. En dan gaat u zelf maar kijken of het wat is. Ik dank u. Is er eigenlijk wat op de televisie vanavond? Of, Er is wel degelijk wat op de televisie. Ik zal het even nakijken. Ik vind het VPRO-gidsje een beetje minder overtuigend dan voorheen. Het is toch altijd al een beetje morsig periodiek. Maar nu is het absoluut niet meer uit wijs te worden. Ik heb het toch gevonden. Ik zal het even met u doornemen. Op Nederland 1. Ah. Voetballen met Wiel Curver. 8e aflevering alweer. 10-delige serie voetballessen tijd voor Marijke, Jacob en Adele. Oh, dat is Duitsland. Is dit Duitsland? Oh nee. Onroerend goed. Pop Formule 1. Erik de Zwart van de Dros. Ik dacht dat het Veronica was. Daar maakt het niet zoveel uit. Eigen bedrijf beginnen met Frank Wiering. Wie doet dat? Eigen bedrijf beginnen. Frank Wiering presenteert dat. Het E-team. Het journaal. Kijk op Foster Parents Plan. Nog Nederland 1. En... om 8:30 van de Goelemeer en des doods. Een 4-delige Nederlandse... Weet je wat? Dat is die film van Noeska van Brakel. En die zal ik eens even gaan bellen. Want ik heb ook zo'n rubriek van... dat weet u wel. Van wie zal ik nu weer eens bellen? En ik ga proberen om Noeska van Brakel aan de telefoon te krijgen. Het zit me toch iets dwars over die film. Wie gaat Jacques Plafond nu weer eens bellen? Thank you.
spreek ik? Kan Jan Vos even ophouden op die piano? Ja? Met wie? Met Noeska van Brakel. Noeska, met Jacques Plafond van Ron Flon Flon. Aha. Heb je er bezwaar tegen dat je in de ether bent op dit moment? Nee. Nee, want het is al gebeurd, maar als ze het vervelend zou vinden, dan zet ik het af. Nee, ik Grappig, ben er klaar voor. Ja. Voor wat? Om met jou even te praten. Ach, hé, hey, ik niet. Oh, maar, oh nou, ja. Zal ik weer ophangen dan? Nou, ik wou vragen, vanavond is op de televisie Van de Koele Meren des Doods, maar die is toch niet voor de televisie gemaakt? Die is toch voor de bioscoop gemaakt? Waarom komt die dan nou op de televisie? Nou, al, het is 2 jaar later. Nou ja, en dan mag loopt hij niet meer in de bioscoop? Nee. Is hij uitgedraaid? Na 2 jaar is hij wel uitgedraaid, ja. Ja, en dan wordt hij nog eens een keer verkocht aan zo'n... Dat is voor die tijd gebeurd, gelukkig. Want anders hadden we waarschijnlijk de hele film nooit kunnen maken. Die heeft het meegefinancierd? Ja. En hebben ze er ook wat over te zeggen dan, waar het over gaat? Nee. Goh, typisch. Ja, dat zouden we meer omroepen moeten doen eigenlijk, ja. Hè? Waarom heb je die film eigenlijk in de tijd gemaakt? Omdat ik daar zin in had en omdat ik het een boeiend verhaal vond. Wat is er boeiend aan het verhaal, als ik even mag interrumperen? Zei het maar. Wat boeiend is aan het verhaal... ik vind een verhaal over een vrouw die door allerlei omstandigheden van... Ja, dat wordt te lang zo, hoor. Dat wordt te lang zo, zo'n uitleg. Dat ja, dan moet je niet vragen. Jawel, maar je kunt het toch een beetje samenvatten ook. Want ik bedoel, in de gids staat ook heel kort. Ik bedoel... Wat staat er in de gids dan? Nou, ik heb hier het morsige VPRO-gidsje. Daar staat het mysterie van het huwelijk. Oh, aflevering 1 ook. Is het opgelengd? We hebben van tevoren geweten dat het een serie werd. Dus ja, we hebben gewoon van tevoren rekening gehouden. I told you before, wil je eigenlijk. I told you before. Hoezo? Het mysterie van het huwelijk. De dood van haar moeder is voor Hedwig een dramatische ervaring. Dat kan. Opgevoed door een kinderjuffrouw wordt haar geleerd dat vrijen een zonde is. Haar eerste Maar dat is toch allemaal, dat is toch helemaal niet meer actueel, dat vrijen een zonde is, om daar nou nog wel eens een film over te maken? Nou, ik zou niet graag alle vrouwen de kost willen geven die nog steeds ontzettend gefrustreerd worden door het feit dat ze seksueel niet kunnen doen waar ze zin in hebben. Waarom zou je dat willen doen dan? Oh, niet willen doen, de kost geven. Nee. Nee. Ik heb die film in de tijd gezien en wat ik een beetje stuitend vond was die lange scène met René Soutendijk die zo in die cel ronddavert. En dat gaat maar door en het is echt gênant om naar te kijken. Vind je? Waarom is dat niet gewoon een beetje samengevat zodat je daar zelf over kan fantaseren hoe erg dat is? Waarom moet het zo breed getoond worden? Ik vind het een beetje merkwaardig. Vooral omdat iedereen er altijd zo die erbij bij die film betrokken was. Zo overdeed. Wat een prestatie en wat een moed om dat te doen. Maar ik vind het gewoon niet om aan te zien zoiets. Ja, nou dat zegt meer over jou dan over de scène eerlijk gezegd. Hebba. Maar ik heb het zo willen laten zien omdat ik niet het risico wil lopen dat je weer een actrice ziet spelen dat ze gek is. Maar dat je actrice moet toch niet echt, u wilt het toch niet echt gek maken? Nee, ik wil het niet gek maken, maar ik wil... Gek? Nee. Hedwig was gek, dus dat moest wel overkomen. Nee, maar ze heeft het toch gespeeld dat ze gek was? Maar waarom moet het zo lang duren? Omdat dat een beetje een manier is om mensen te laten kijken en dingen tot zich door te laten brengen. Maar waarom heeft het dan niet net zo lang geduurd als het zich ooit in het werkelijkheid zou hebben kunnen afgespeeld? Bijvoorbeeld een hele dag. Dus ze kunnen een hele nacht, ik bedoel, toch ingekort. Ja, maar want dan ben je misschien daar al urenlang. Dus kan je toch een hele film maken met alleen René Soutendijk. Nee, laat mij even uitpraten alsjeblieft. Laat mij even uitpraten. Jij zat tijd. Ja, goed. Ja. Maar wou je iets weten of wou je Nee, ik wou niet interesseer me geen bal. Ik bel u alleen maar op omdat we zo'n rubriek hebben. Nee, meteen ook weer zo beledigd te doen. Dat vind ik zo flauw. Nee hoor, ga rustig door. Nee. Als je me wilt beledigen, moet je met meer komen. Hoef ik me door u toch niet te laten zeggen, ga rustig door. Wat is dat? Dan ben ik niet te beledigen. Dus we moeten even iets Nee, dat is ook helemaal niet de bedoeling. Voor het over Van de Koele Meren des Doods hebben. En even over die scène, waarom dat zo lang duurt. Omdat en dan kijk ik ook naar heen. Kijk, ik bedoel, dus die uitleg van nu duurt ongeveer net zo lang als die scène. Is en daar heb ik al zo bezwaar tegen. Ja, ja. Dus zo komen we er nooit. Weten. U kunt toch gewoon een antwoord geven op ja, waarom die... Ja, dat probeer ik, maar je zit er steeds doorheen te schakelen. Oh ja, dat is... Ja. Nou. Ja? Ik heb die scène zo lang willen laten zien. Omdat ja, dat begrijp ik dat u hem zo lang hebt laten zien. Dat mensen anders het idee krijgen wat gemaakt. Het is als een vrouw opgesloten zit en gek wordt. Heb je het nou gehoord? Of... Nee, nog maar een keer. Want nee, ik heb geloof ik even... Nee? Waarom nou ineens zo koppig? Nee hoor. Maar het wou je nog meer weten? Ja, nou ja, we moeten het maar afronden. Moeten mensen daar die film kijken?
Het is niet de film, het is de televisieserie. Het is een film. Het is een televisieserie. Nee, maar er zitten veel te grote totalen in die helemaal niet uitkomen op de televisie. Dat kan ik u al wel veel. Oh, dat is een ouderwets bijgeloof. Die totalen, dat werkt erachter, weet ik wel. Ik heb met Jaap Knasterhuis er nog uitgebreid over gehad. Die vindt die film-expert. Die weet alles van film. Aha. En die zegt ook, die grote totalen, dat werkt niet op televisie. Nee, nou, ik zou zeggen, ga kijken, dan zie je dat hij dus geen gelijk heeft en dat het een heel oud overleefd vooroordeel is, wat dus absoluut niet opgaat. Mag ik u hartelijk danken voor uw bijdrage aan... Oh, opgegooid. Soms zit ik wel eens te denken, ach, de onvergetelijke Gerrit Dekzijl. Niemand wil mij aandacht schenken, hij is gelukkig, denken zij. Maar hoe kunnen zij ook weten? Heb je weer die lui van de moon? Vergeten. Oh ja, we zijn afgesproken, sorry. Die alles was. En even mond houden, want we draaien nu al een plaatje. Gepraat tussendoor, daar heb ik dan... krijg ik allemaal naarigheid van. Liefde, wat is de zin van mijn bestaan? Waarom verloor ik mijn geliefde? Waarom ging zij hier vandaan? Geen pluchtje erin zitten namelijk. Dan hoeft dat niet. Praat eens zo hard dan. Drijf hoe heet je dat? Er zit helemaal geen ding in. Laat me hier ik wil die gek niet naast me. Niet links naast me. Laat mijn hart toch zijn waar het wordt gehoord. Soms kan ik maar niet begrijpen wat of er eigenlijk is gebeurd. Ik zit wat voor me heen te kijken. Dat zag je reinige plaatsen. Oh, sorry, stekzijl. Het leven is verscheurd. En hoe moet het nou met mij? Leef je leven, zeggen zij. Ik heb een ideetje. Als je nog even een plaat opzet, anders blijf je niet meer met die mo te praten. Want dan kan het gewoon, zijn. Ik bedoel, dan is het gewoon afgelopen al. Dan leg ik ze wel uit. Hè? Wat is de zin van mijn bestaan? Ik vermaak me zo slecht voor ik mijn geliefde? Waarom ging zij hier vandaan? Zijn waar het wordt gehoord. Laat mijn hart toch zijn waar het wordt gehoord. Nieuwe platen om mijn oren. Nieuwe platen vliegen om mijn oren. Nieuwe platen vliegen om mijn oren. Nieuwe platen vliegen om mijn oren. Zijn oren. Is dit van? Ja. Luisteraars naar Ron Flon Flon. U luistert naar... Nothing, ik probeer het even tussen die gaten in de muziek door te zeggen. U luistert naar Nothing. Zrong. Nee, anders gaat het er zo doorheen. Ja, perfect. Ja. Nothing. Zrong, wrong. Nee, te laat. Ja.
Even luisteren wellicht? Ja, het is... Maar denk je echt dat het helpt om even te luisteren? Ja. Ja, ja, naast mij zit, zou ik even introduceren. Links van mij is Pieter Nieuwind. Neef van Hans Nieuwind. Ja. Van, Hans Nieuwind, sorry. Neef van Klaas Nieuwind. Ja, van Klaas en Geer. Gerard, de hele familie Nieuwind. Maar dit is dus Klaas, Hans. Rechts van mij... Dat betreft Linda En u bent meneer Schepers? Nee, nee, ik ben Jacques Plaffen. Oh. En dit plaatje heet Nothing's Wrong. Maar Nothing's wrong. Als ik dit zo hoor, vind ik alles, en ik heb dat al eerder gezegd, ik vind alles verkeerd aan. Ja, maar ik denk dat je het voor het eerst hoort. Maar Nothing's Wrong betekent niet. Er is niks aan de hand, denk ik. Ja. Oh, daar ben ik het ermee eens. Want hier, ja. Er is niks aan de hand als je dit hoort. Mag ik het zo samenvatten? Ja, nou, dan geef ik je nu... mag ik nu zelf een weerwoord formuleren? Ja, leg hem zelf maar eens uit, want ik ging daar niet meer aan. Leg zelf maar uit waarom dit een fantastische plaat... Is het een nieuwe single trouwens? Ja, dat is een nieuwe single. En die komt jullie proberen die, want jullie zijn toch een cultgroep, zoals dat heet? Ja, we zijn inderdaad een cultgroep. Ja, ik heb informatie gekregen dat jaren geleden jullie eens een keer een plaatje hebben gemaakt. En dat ging over... Ol Johnson. Maar jullie hadden het over... Fred Astaire. Fred Astaire. Was het eerste Mo? Oh, dit is een andere Mo weer. Dus waarom heet het dan weer de Mo als het een andere groep is? Maar leg even snel nog even uit waarom dit plaatje. Gedeeltelijk is de groep veranderd, maar we zijn alweer drie jaar inmiddels bij elkaar. En we hebben enkele singles gemaakt, een LP. Cheese, Asia. En we hebben nu een nieuwe LP gemaakt, Stop Staring, waar deze single ook op staat. En onder andere ook Asia, wat de vorige single is geweest. Dan mag zij ook even zeggen. Oh, sorry. En Nothing Song was een goede single. Dus we hebben dat op zin opgezet. Allemaal. Ja, maar dat is toch de enigste uitleg waarom je iets op zin. Ja, ik vind het een goed nummer om op single te zetten. Dus dat hebben we ook gedaan. Wat niet op LP? Het staat ook op de LP, Maar waarom is het een goed nummer om op single te zetten? Hitgevoelig, hè. Is dit hitgevoelig? Ja, dat klopt niet zo. Waar zit het hem in? Meezingkwaliteit? Ja, de lekkere beat, de tekst, de zangmelodie, van alles en nog wat, hè. Zo, dat gaat wel gezellig, hier. Nou, ik ben er een beetje beroerd van. Echt waar, mag ik toch wel zo zeggen? Ja, hè? Natuurlijk, natuurlijk. De een wordt beroerd van muziek en de ander van bepaalde radioprogramma's. Ik vind dit wel een leuk gedeelte trouwens, dit plaatje. Ja. Dit vind ik wel aardig. Ja, dat is wel mooi. Ja, ik hoor het sowieso niet. Ik heb geen... Komt er nog een slotakkoord ook achteraan? Of niet? Of blijft dit zo aangenaam? Nee, het is een zogenaamde fade-out. Ja. Maar ik heb geen koptelefoon, dus helaas kan ik niet van deze muziek genieten. Hé, meneer. Ja, maak er maar een grapje van. Ja. Net doen of het... Goed, ik ben klaar wat u betreft... ik moet het even bespreken. Er komen allemaal verkeerd soort bandjes binnen bij de rubriek van kwaad tot erger. Ik heb het nog een keer duidelijk uitgelegd. Het gaat er niet om allemaal leuke thuismixjes te maken en dat soort dingen. Het gaat erom dat je vrienden, bekenden, familie uitscheldt op een bandje. En dat hier naartoe stuurt en dat draai ik. En niet van allemaal van die leuke grapjes, want daar ben ik niet van gediend. Het riekt allemaal naar humor. Ja, het moet een beetje serieus. Oh, sorry. U heeft net uw zegje kunnen doen, Mo. Ja, nog de groeten van Fonogram. Dit is heel erg wat u doet, weet u dat? Ja, ik weet het. U komt er nou niet meer in. Gaat u maar weg. Ja, sorry. Nee, dit kost handenvol geld. Fonogram. Weg. Jij mag blijven zitten. Oké. Leed of zo? Ja, tot zo. Aan dit programma werkte mee Janine van Elsakker, Elsje de Wit, Wilhelmina Kutje, Jaap Knasterhuis, die moest nog even wennen, werd af en toe een beetje niet lekker. Popgroep De Mo, bestaande uit Linda Blomhart en Hans Nieuwind en Harm Bieger en nog iemand. Wie is dat? Tom van der Meer. Ja. Nou, we hebben het plaatje gedraaid. Ik vond het heel leuk. Maar de nieuwe formatie bestaat uit andere... Nee, ik moet nog even afkondigen verder. De nieuwe formatie... Wat? Maar helemaal niet. Waar? De nieuwe formatie bestaat uit andere... Van De Mo. Ja. Verder, samenstelling Rogier Proper en Wim Schippers. Techniek Arie van Boksel. Presentatie Jacques Plafond. Regie Rogier Proper. Dan mag jij nog even wat zeggen. De nieuwe Mo bestaat uit Ton van der Meer, Linda Bloemart, Hans Nieuwind, Hans van der Meer en Frank Pels. Ja, en denk je dat dat indruk maakt op de mensen om dat voor de radio te vertellen? Ja, lijkt me wel. Nou ja,
De VPRO gaat u nu voor een uurtje of drie verlaten ten bate van het Nationaal Hitparkeer. Oh, ik hoor Rick Rollinga zingen. Vanaf 7 uur zijn we echter weer om met Gonzo Radio, de John Peel Show, Frontline met Gerard J. Walhoff, ons concert en last but not least, de Heartland van Roel Bens van den Berg.